Er zijn verschillende redenen waarom je zou kunnen gaan mediteren. Je kan je beter concentreren, waardoor je in het dagelijks leven helderdere keuzes kunt maken. Je zit meer in je lichaam en daardoor minder in je hoofd, waardoor je minder maalt en piekert en bijvoorbeeld beter kunt slapen. En als laatste, omdat je jezelf beter leert kennen, heb je meer vertrouwen in jezelf, in de ander en in de wereld om je heen. Nou, hoe mediteer je nou? En waar? Mediteren kan altijd, overal, op elk moment van de dag. Maar als je net begint, is het wel fijn om een plek uit te kiezen waar jij je lekker voelt en waar je niet gestoord wordt. Bijvoorbeeld bij jou thuis. Meditatie kan op een stoel, het kan op een meditatiekussen, maar het kan net zo goed op een opgerolde handdoek of deken. Stap 1 is in ieder geval je schoenen uittrekken. Hoe ga je zitten als je mediteert? Je kunt je benen langs je lichaam houden. Je kunt je ook in een hele lotus proberen te wurmen. Maar als dat niet zo heel comfortabel is, dan doe je het gewoon in kleermakerszit. Je handen kun je ontspannen op je dijbenen leggen. Of met je handpalmen omhoog. Of in je schoot, wat jij fijn vindt. Je bent nu helemaal klaar om te gaan mediteren. Maar wat doe je nou eigenlijk tijdens de meditatie? Tijdens het mediteren doe je niets anders dan dat je je bewust bent van je lichaam en van je ademhaling. Nou, hoe voel je nou je ademhaling? Bij iedereen is dat anders. Sommigen voelen hem goed in hun buik, dat hij op en neer gaat. Anderen hebben het meer in hun borst of op hun bovenlip, dat je de luchten heen en weer voelt gaan. Maar omdat het verschrikkelijk moeilijk is om niet meteen na een paar seconden eigenlijk al volledig af te dwalen in alles wat je nog moet doen, de boodschappen die je nog wil halen, wat je vanavond gaat eten, allemaal van dat soort dingen. Gedachtes zullen je hele leven blijven komen, ook tijdens het mediteren. Dat geeft niet. Het enige wat we vaak doen is associëren. Wat we meestal doen is, je hebt een eerste gedachte aan bijvoorbeeld je telefoon. En daar gaan we volledig op door. Dus mijn telefoon, staat mijn telefoon wel uit? Shit, heb ik mijn moeder gisteren gebeld? En op dat moment ben je al helemaal in je gedachtenstroom en weg bij je lichaam en bij je ademhaling. Hoe kun je dat voorkomen, of in ieder geval een klein beetje minder proberen te doen, is door tot 10 te tellen in je ademhaling. Dus in, 1, uit, in, 2, uit. Zo ga je tot 10. En als je bij 10 bent, begin je weer bij 1. Mocht het nou gebeuren dat je afdwaalt, dat je zelfs een kwartier lang afdwaalt, het geeft niet. Oordeel daar niet te hard over. Het gebeurt de beste. Als na 1 minuut jouw wekker gaat, dan open je je ogen, kijk je wat om je heen, schud je even lekker los. En dan ben je weer helemaal klaar voor de dag. Verwacht niet te veel van jezelf, zeker niet aan het begin. Als je net begint met mediteren, dan ben je niet ineens de vriendelijkheid zelf of scheld je nooit meer op mensen in het verkeer. Wees gewoon blij dat je in ieder geval een momentje voor jezelf hebt gemaakt op deze drukke dag.